Ja, het gaat super hard. Het is gewoon een keiharde strijd. En je ziet ook, er worden niet superveel rondes gepakt. En als iemand de ronde pakt, is dat op het scherpst van de snede. Dat is gewoon omdat de rest niet meer kan, of omdat het moment goed is, of omdat de knijterhard wordt gereden. Het is geen cadeautjes, het is gewoon volle bakkoers. Ja. Is het ook harder voor jouw gevoel dan vorig jaar, of is dat moeilijk vergelijken? Dat vind ik heel moeilijk vergelijken. Voor mij is alles vergeleken met voorgaande jaren, toen ik er nog niks van snapte, is het makkelijker. Maar je ziet en voelt aan alles dat het gewoon koers is. Dat is gewoon zo. Het is gewoon, je kan geen foutjes permitteren. Als je zit te slapen, dan ziet de rest het gelijk. Het demereren ze over je heen, et cetera. Het is gewoon koers. Ja, je moet alles goed doen. Jij stapte natuurlijk een soort van, ja, niet blanco, maar nieuw in. Veel van deze jongens hebben al 100.000 jaar ervaring. Het is wel veranderd dat ze met een groter verzet vaak rijden tegenwoordig. Dat is misschien wel goed, gunstig voor jou. Zeg maar met machtige benen ben je nu meer in het voordeel. Nou, ik denk dat niet zoveel uitmaakt. Ik vind de discussie van het verzet vind ik uitermate interessant. Maar ik rij relatief licht vergeleken met de andere mannen, denk ik. Echt waar? Heb je enig idee dan? Wat doe jij en wat doen anderen? Ja, ik weet wel dat de anderen sommigen wel wat zwaarder rijden dan ik. Maar het maakt eigenlijk geen reet uit. Je moet gewoon een soort van... Kijk, je kunt het op twee manieren doen, zeg maar. Of je rijdt wat zwaarder, nou dan moet je gewoon wat sterker zijn, et cetera. Of je rijdt wat lichter, maar dan... Je hebt zeg maar een cadansspectrum waar je in kan fietsen. Nou, dat ligt ongeveer tussen... Met verzet wat ik rij, ongeveer tussen de 130 en 150. Kijk, als je wat zwaarder rijdt, dan moet je wat meer torque leveren. En dan ligt het ongeveer tussen de 125 en 145. Dus dat verschil is heel klein. Maar je voelt het wel. Je kunt het beste uitleggen als waarom is het zo interessant, helemaal voor 6 dagen. Als jij optrekt bij het stoplicht en je doet dat op je zwaarste versnelling, dan moet je echt zo moet je hem op gang trekken, zeg maar. En je kan dus wel een zware versnelling doen, maar dat op gang trekken, daar heb je een bepaalde emmer energie van en die loopt leeg. Want dat gaat gewoon op een gegeven moment is dat op. Dus als jij het dan met coördinatie kan oplossen door wat lichter te rijden, dan hou je die tank wat voller. En het is een beetje de balans tussen die tank van het optrekken en je conditie. Want hoe lichter je rijdt, hoe meer het op je hart-longsysteem is. Maar ja, dat is ook weer een emmertje. Dus je hebt een soort twee emmertjes op een weegschaal staan die heen en weer gaat. En het is de keuze, je moet precies het juiste kiezen zodat die emmertjes precies tegelijk leeg gaan. Dus het is misschien lastig en complex om uit te leggen. Maar als ik het nog even mag samenvatten, je moet heel vaak heel hard optrekken om op die goede plek te fietsen. Daar heb je een emmertje van. Nou, die gaat leeg. Hoe zwaarder je rijdt, hoe eerder die leeg gaat. Maar hoe zwaarder je rijdt, hoe meer je hart-longsysteem belast. En daar heb je ook een emmertje van. Nou, en als jij heel licht rijdt, dan ga je heel veel zo... En dan gaat dat emmertje weer te snel leeg. Dus je moet de balans kiezen tussen je hart-longsysteem en het harde optrekken. Maar dat is eigenlijk ook wat bij jou als renner past dan, waar je voor kiest. Ja, het is je moet weten wat jij kan. Maar je kunt het ook trainen. Ik had verwacht dat jij groter dan zou rijden dan anderen, gewoon puur op de macht. Nee. Dat heb je helemaal uitgezocht natuurlijk, over wat jouw perfecte cadans is. Ja. Kijk, ik ben heel blij dat ik heb hier vorig jaar in de ronde gereden. En toen heb ik alle verzetten geprobeerd. En ik heb het eerste jaar heb ik veel te licht gereden. En vorig jaar heb ik gewoon alle verzetten geprobeerd. Toen kwam ik op een gegeven moment ook achter dat het een tandje te zwaar was. En toen ook weer eronder en dat was weer te licht. Dus het is heel moeilijk en die scheidslijn is vrij dun. Maar het heeft ook te maken met training, voorbereiden, waar stel je op in, hoe rij je in de wedstrijd, et cetera. Dus nu zien we pas de beste Jan-Willem van Schip op de Zesdaagse? Ja, dat weet ik niet, dat denk ik. Ik hoop het. Maar ik word er in ieder geval wel beter in. Maar het is ongekend spannend. Logisch had iedereen het vooraf over Keijzer Terpstra, ik ook. En die jongens hebben ook zoveel bewezen, zoveel ervaring, zoveel klasse. Maar het is verrassend spannend. Ja, het is gewoon op de scherpste van de snede. Het is gewoon koers. En als iemand een keer een slecht moment heeft of weet ik het wat, dan gaan die anderen daarvan profiteren en vice versa. Als jij een goed moment hebt, je weet het uit te buiten en de rest zit te slapen, ja, dan ga jij wel rond en zij niet. Het is gewoon, iedereen doet zijn best. En is alles erin. En dat is het mooie. Het is gewoon echt een mooie, echte wedstrijd. Tot slot, is het meer pijn of meer genieten? Ja, een combinatie van alle twee. Maar als het volle bakkoers is, dan is het echt alle zeilen bijzetten.
En dan ben je blij als ze weer stilvallen. Maar zoals gisteren de grote jacht, ja, dat, dan, dat we daar rondrijden. En dat je op een gegeven moment voelt dat het publiek erachter komt. En dat het echt dat je helemaal voor het gaas gaat, maar dat het wel net lukt. En dat op het eind Moreno dat sprintje nog wint, ja, dat is alleen maar genieten. Dat is in een vol Ahoy, topsport op de scherpste van de snede. Ja, daar word je gewoon super blij van. Daar had je voor de mensen thuis, daar had je bij moeten zijn, weet je wel. Dat was echt mooi, ja.